Burgemeester Eddy Blankenstein was aanwezig bij de feestelijke heropening van Dierenpark De Waranden. Dit dierenpark is de afgelopen weken een flinke metamorfose ondergaan. Ja, het is allemaal begonnen met een gesprek afgelopen zomer met de betrokken wethouders. Waarin we hebben aangegeven van we willen graag wat doen aan de kwaliteit van de dierenparken. We vonden dat dat achteruit liep en we hadden eigenlijk heel weinig invloed daarop. En we hebben eigenlijk ervoor gepleit om te zorgen dat we meer invloed konden krijgen op het park zelf. Dat heeft geleid tot een artikel in het Eindhovens Dagblad. Waarin we onze plannen vanuit het bestuur even geventileerd hebben. En dat heeft zoveel spontane reacties opgeleverd. Dat we daar nog steeds uit kunnen putten. En Kim en Johan waren de eerste die reageerden van kunnen wij niet iets betekenen voor de dierenparken? Nou, deze twee fantastische mensen die hebben voor deze prestatie die je nu hier ziet in een paar weken tijd hebben ze dit omgetoverd tot het was eigenlijk een dode, saaie boel. En nu zit er weer leven in en het ziet er fantastisch uit. En dat is eigenlijk dank aan deze twee mensen. Op de deur zit een QR-code. En als je die scant met je telefoon, kan je onmiddellijk geld overmaken naar de stichting. Dat gaan we op meerdere plekken hier in het park ook doen. Dank ook voor de gemeente die de plantenbakken er neergezet hebben en gevuld. Dus voor de feestelijke aankleding. Het symbool wat hier neergezet is, dat is ook wel een beetje Helmond, dat we het allemaal met elkaar samen doen. En juist zo'n oproep van zo'n stichting die dan zegt van jongens, we hebben gewoon handen en voeten nodig, zou ik zeggen, en helpende mensen. En dat dan tot zo'n spontaan idee komt, waarin je dus met elkaar probeert dit weer voor iedereen beschikbaar te maken. Want je doet het niet voor jezelf, Johan en Kim, toch? Hè? Je doet het juist om te zien, want ik kwam hier vroeger ook al, hè? En dan gingen we hier met die aapjes, waar zitten de aapjes? Ja, dat is daar eigenlijk, hè? Dus ja. Daar zit toch geen aapje? Nee, neusberen. Ja, neusberen, maar dan kwam je hier, want dit is zo'n dierentuin, dan loop je langs een park, ben je juist in de openbaarheid, maar voor iedereen vrij, toegankelijk en heel makkelijk, zeg maar, voor de kinderen ook, om kennis te maken met dieren en dat contact met elkaar. En dat het de laatste jaren iets minder mooi eruit zag, dat had ik ook wel gezien. Ja, ja, ja. Dus dat zag ik ook. En ik denk, dat is eigenlijk toch wel jammer, want dit was zo'n... Ja, dit is natuurlijk een prachtig park, maar het is ook een prachtige volière, hè, waarin je dus eigenlijk die levendigheid er weer prachtig in kan hebben. Kim, dan doe ik dat op een hele mooie, gepaste afstand. Alsjeblieft, dankjewel, Kim. Hè. Ja, hey, Johan. Lust je bier? Ja. Hij zei gisteren Cornet biertje, dat is het beste bier wat er is. Echt waar? Ik denk dat we een pak moeten halen. Helemaal super. Johan, heel hartelijk dank. Hè. Ja. En alsjeblieft, geniet ervan. Hè. Fantastisch. Hè. Ja hoor. Zwaar. Merci, hè. Ja, fantastisch. Ja. En dus we gaan nu de waterval doen. Hè. En volgens mij gaat het lukken. Druk, dank maar. Ja. Ja, helemaal fantastisch. Kijk eens aan. Hiermee is de volière geopend en voor iedereen die wil kan hier mooi deze volière bezichtigen. Heel veel plezier allemaal.